Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Brecht Koedoder. In dit journaal brengen wij u het nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending. Van de 3 overzeese Nederlandse luchthavens heeft Flamingo Airport op Bonaire het grootste aantal vliegtuigbewegingen en passagiers. Na een lichte daling van het luchtverkeer in 2016 nam het aantal vliegtuigbewegingen elk jaar toe. We spreken met Esther Meijer van CBS. Klopt. In 2019 zien we dat het aantal vluchten van en naar een van de luchthavens, behorende bij de drie eilanden, is geweest van 25.600 vluchten. We zien dat voor Bonaire en Saba is het aantal vluchten gestegen en ook het aantal passagiers. Voor Sint-Eustatië zien we dat het aantal vluchten juist is gedaald, maar het aantal passagiers is ongeveer hetzelfde gebleven. Het aantal vliegbewegingen voor Bonaire was in 2019 15.700. We zien dat eigenlijk vanaf het jaar 2016 dat dit stijgt elk jaar. En in 2019 was die stijging van 17% in vergelijking met 2018. De meeste vluchten vertrekken naar Curaçao en van Curaçao naar Bonaire. Dat betekent niet, hoeft niet te betekenen dat de eindbestemming is. Want vanuit Curaçao kan je naar andere bestemmingen vliegen. En de tweede meest gevlogen bestemming is dan Schiphol. Op Saba en Steja zien we in 2019 dat er 9.900 vluchten van en naar de eilanden hebben plaatsgevonden. En dit is een stijging van 2% in vergelijking met, dus in 2019 in vergelijking met 2018. Wij zijn vorige week, 24 februari, zijn we gestart met de Nationale Rekeningen Enquête. Dit is een jaarlijkse enquête dat uitgevoerd wordt om de economie, de hoogte van de economie te meten op de drie eilanden. Wij hebben brieven uitgestuurd met het verzoek aan bedrijven om een enquête in te vullen. En de enquête betreft gegevens over inkomsten, kosten, uitgaven, investeringen van bedrijven. Het onderzoek loopt tot september van dit jaar en dan hopen we in de laatste kwartaal van dit jaar het BBP-cijfer, bruto binnenlands product, te publiceren. Oké, meer informatie is te vinden op onze Facebookpagina Statistics Caribbean Netherlands en ook op www.cbs.nl/caribisch-nederland. Maandag 9 maart om 9 uur 's ochtends hield de Openbaar Lichaam Bonaire een persbijeenkomst bij een update over de coronavirus. Het is een luchtweginfectie net zoals bijvoorbeeld verkoudheid of griep. Dat zijn ook luchtweginfecties die verspreid worden van mens op mens. Dus niet via spullen, maar van mens op mens door druppeltjes. Hele kleine druppeltjes. Als we hoesten, als we niezen, ook als we praten bij iemand dichtbij, dan verspreiden wij druppeltjes en daarin kan het virus zitten. Dus op die manier kunnen wij het virus verspreiden. Ook via handen, want als je hoest bijvoorbeeld in je hand en je geeft bijvoorbeeld direct daarna iemand een hand, dan is het mogelijk dat het virus wordt verspreid via de druppeltjes die op de handen zijn. Zijn je handen inmiddels droog? Dan niet meer. Ja, want droge materialen, daar kan het virus niet op overleven. Het is een luchtweginfectie die via druppeltjes wordt verspreid van mens op mens. Ik denk dat dat een heel belangrijk item is om te begrijpen hoe komt de ziekte tot stand, hoe komt de verspreiding tot stand en wat kunnen we eraan doen. En dan, als je één keer besmet bent, wanneer word je dan ziek? Dat noemen we de incubatietijd. Die incubatietijd die varieert nogal. Die kan soms heel kort zijn, 2-3 dagen. En we hebben ook gezien dat het soms lang is, 12 dagen. Daarom wordt veiligheidswege aangenomen een periode van 14 dagen met een gemiddelde van ongeveer 6 dagen. Dat is de incubatietijd. Dus als je besmet wordt, dan kan het pas over een dag of 10 zijn, bij wijze van spreken, dat je ziek wordt. En dan denk je er misschien niet meer aan. Dus dat is een risico. Het is een vrij lange incubatietijd, kan het zijn. Maar de meeste mensen beginnen met zich niet helemaal lekker te voelen,
krijgen verhoging, krijgen koorts en beginnen wat te hoesten en kunnen dan ook ademhalingsproblemen krijgen. Het is wat minder een verkoudheidsvirus met niezen, zoals heel veel verkoudheidsvirussen gaan beginnen met niezen. Dat is bij dit virus wat minder. Dat leidt meer tot hoesten en koorts. Dat zijn de belangrijkste verschijnselen. We zien ook heel grote verschillen, de verschijnselen bij kinderen en bij ouderen. Kinderen krijgen vaak hele lichte symptomen, zijn er nauwelijks ziek van. Maar bij ouderen en vooral bij mensen boven de 70 kan het tot ernstige verschijnselen leiden. Die mensen kunnen ernstiger ziek worden, hoge koorts, kunnen ademhalingsproblemen krijgen. Met als gevolg dat ze ook opgenomen moeten worden, soms in het ziekenhuis. We hebben ook gezien dat in Nederland zijn nu 3 personen bekend dat ze overleden zijn aan de ziekte. Het zijn allemaal mensen van 80 plus die ook al ernstige andere gezondheidsproblemen hebben. Mensen met bijvoorbeeld met een hartprobleem of diabetes of andere mensen met een chronische ziekte kunnen een verminderde weerstand hebben en daardoor gevoeliger voor de ernst van de ziekte. En dus ook gevoeliger voor complicaties. En dat willen we natuurlijk graag voorkomen. Vervolgens legt dokter Marjan Luistra patiënt nadruk op het voorkomen van de coronavirus. Te voorkomen dat het virus Bonaire binnenkomt. Maar met zoveel contacten wereldwijd is dat, denken wij, bijna onmogelijk. Wij denken het komt een keer, we weten alleen niet wanneer. Wat we wel graag willen, dat op het moment dat het virus Bonaire bereikt, dat we de verspreiding zoveel mogelijk indammen. Dat het heel langzaam gaat of heel beperkt blijft. Daarom volgen wij bijvoorbeeld alle mensen die uit een risicoland komen. De volgen wij gedurende bepaalde tijd, word je niet ziek. Want we willen graag weten of je de ziektesymptomen bij je draagt. En dan kunnen we bij tijds ingrijpen. We gaan een GGD in Nederland en de afdeling publieke gezondheid heeft diezelfde taak. Is als er een patiënt wordt ontdekt, gaan we na. Wat zijn de contacten van die patiënt? Handen wassen, hoesten en niezen op een goede manier kan helpen om welke infectie dan ook en ook corona te voorkomen. Het risico van een mondkapje is dat het je hindert dat je de hele dag met je mond aan, met je handen aan zit. En de infectie wordt nog sneller verspreid dan zonder zo'n mondkapje. Dus niet doen, tenzij op medisch advies. Het handenwassen hoeft niet met Lysol, hoeft niet met desinfecterende zeep, hoeft niet met allerlei bijzondere middelen. Gewoon liefst vloeibare zeep. Goed de handen wassen op een goede manier en daarna niet afdrogen aan een vieze handdoek weer, want dan worden weer druppeltjes verspreid, liefst aan papier. Dat is de beste methode. Corona is in heel veel landen, is ook in Nederland, is ook in Brabant. Maar in Brabant zijn nu enkele tientallen patiënten, dat is meer dan in andere regio's. Maar ja, enkele tientallen op misschien 1 miljoen Brabanders. Dus laten we het ook niet overdrijven. Het is geen Nederland en ook Brabant is geen land met wijdverspreide transmissie. En de risicolanden zijn de risicogebieden, zijn die gebieden met wijdverspreide transmissie. Dus als u daar toch bent geweest en u komt hier, laat het ons weten en u wordt verkouden, ga dan niet naar de huisarts. Om te bellen is voor twee soorten patiënten of voor twee soorten gevallen. De één is als je in een gebied geweest bent met wijdverspreid risico, zoals al gezegd. En het tweede is als je contact hebt gehad, je hebt symptomen en je hebt contact gehad met iemand van wie je weet dat hij een corona-infectie heeft, bij wie het al eerder is vastgesteld. Dan moet je eventjes zeggen van nou ga ik niet naar de dokter toe, nu moet ik bellen, want dan gaan we eerst overleggen wat er verstandig is. Dus die twee gevallen, wijdverspreid risicogebieden of iemand, een contact met iemand die corona heeft. Het zal nog even gaan duren voor de zogenaamde bobbus gaat rijden op het eiland. In de eilandsraad was er kritiek te horen op het initiatief. Als er dan toch busdiensten gesubsidieerd worden door RCN, zou ik liever zien dat het ging om een busdienst voor onze schoolkinderen in plaats van voor toeristen die een avond stappen terug moeten naar hun hotel. Dit volgens Esther Bernabella. James Kroon beantwoordt de vragen van de Eilandsraad. Is de Eilandsverordening Autobusbedrijven 1961 nog van kracht? Heeft u
een andere versie van de eilandsverordening autobusbedrijven. De eilandsverordening autobusbedrijven 1961 is onverwijld van kracht. Nee, ik ben niet bekend met een nieuwe versie hiervan. 2. Heeft de Bobbus een verzoek ingediend voor een AB-vergunning en is de Bobbus ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Zo ja, geniet de NV-aandeelhouder die de Bobbus-vergunning heeft aangevraagd andere inkomstenbronnen? Ik ben niet bekend met een verzoek van de Bobbus. Nee, de KVK heeft geen registratie voor de Bobbus. De eigenaren van de Bobbus zijn bij mij niet bekend. Het is dus moeilijk om aan te geven of zij wel of geen andere inkomstenbron hebben. 3. Is zo een AB-vergunning aan Bobbus verleend of met andere woorden, is de Bobbus in het bezit van een AB-vergunning conform deze verordening? Nee. 4. Wat zijn de officiële tijden dat de Bobbus mag rijden en hoe wordt het gecontroleerd? De officiële tijden worden onder normale omstandigheden in het AB-vergunning vermeld en door het BC vastgesteld. Daar het BC geen vergunning heeft afgegeven, zijn er geen verdere afspraken gemaakt. 5. Indien uw antwoord op vraag 4 aangeeft dat er niet wordt gecontroleerd, geldt dit dan voor iedereen of is dit een speciale voorziening voor de Bobbus? Het OLB kent geen gedoogbeleid voor wat betreft autobusdiensten. 6. Indien het een speciale voorziening betreft, gelieve de reden hiertoe toe te lichten. Zie antwoord op vraag 5. 7. Kunt u soms aangeven hoeveel AB-vergunningverzoeken er momenteel zijn die niet zijn gehonoreerd over een periode van 5 jaar of die wachten op antwoord en wanneer is de laatste AB-vergunning verstrekt? Dit verzoek wordt uitgezet aan de Commissie Openbaar Vervoer en wordt schriftelijk op een latere tijdstip geleverd. 8. Kunt u ons soms aangeven hoeveel taxis er momenteel werkzaam zijn overdag en hoeveel 's avonds? Bonaire kent momenteel 40 uitgegeven taxinummers. Het is moeilijk te zeggen hoeveel er dagelijks actief zijn. Naar schatting is dit 90%. De meeste zijn overdag en in de vroegere avond actief, tot en met 10 uur 's avonds, terwijl een vijftal tot in de nachtelijke uren actief zijn. Hebt u de cijfers van verkeersongelukken waarbij het onder invloed rijden, oftewel alcohol, de reden was voor ongeluk en kunt u ze kenbaar maken? Deze vraag wordt uitgezet aan de KPCN. Wij gaan in de reclame en zijn zo bij u terug. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Kamer van Koophandel organiseert voor de 4e jaar hun kick-off ondernemerschap op school. Dit om jongeren te stimuleren om ondernemer te worden. Ja, dat is waar. Vandaag was eigenlijk de kick-off van het project ondernemerschap op school. Een project waar we afgelopen jaar een pilot hebben gedraaid, die we ook met succes hebben afgerond. Alle basisscholen waren geïnteresseerd in dit project dit jaar. Helaas hebben we de mankracht niet om gelijk alle basisscholen te pakken. Maar we begonnen vandaag weer met Collegio Rio di Sole en Strebiante. En als je aan de kinderen vraagt hoe ging het, ze zijn helemaal gemotiveerd en enthousiast om weer met ons door te gaan op 20 maart. Waarom zo'n project voor kinderen?
Ja, want eigenlijk we zien dat, dat we meer eigenlijk mensen hier op Bonaire nodig hebben met een ondernemende mentaliteit. Dus we zeggen niet, oké, jullie als kinderen moeten later een bedrijf openen. We zeggen alleen maar, je moet wel die ondernemende mentaliteit hebben. Stel voor, je gaat later een bedrijf beginnen. Of je gaat voor een organisatie of voor iemand werken. Je hebt eigenlijk die mentaliteit nodig. Dus vandaar dat we eigenlijk nu investeren in onze kinderen. Ja, in het traject van dit jaar is er veranderingen. Eigenlijk, we hebben drie extra thema's in het project bijgevoegd. Dat zijn governance, want we vinden dat kinderen eigenlijk goed ook onze overheid moeten leren kennen hoe onze systeem in elkaar zit. We hebben ook de vrijwilligerswerkgedeelte ook bijgevoegd. Veel kinderen hebben geen passie voor vrijwilligerswerk. En we willen dat ook zeg maar, bij hun nu, op vroegertijd. Laten ze ermee leren weten wat het in principe is en wat voor impact heeft dat op onze bevolking. We hebben ook de gedeelte van de persoonlijke budgettering ook bijgevoegd. Want als een kind nu met een $20 zakgeld weet hoe hij dat moet besteden, dan kan hij dat ook later, wanneer hij misschien een salaris of meer geld heeft, dan weet hij ook hoe hij dat moet besteden. Blue Destination? Ja, Blue Destination is sowieso erin. Die was erin afgelopen jaar en die is ook erin dit jaar. En aan het eind van het programma moeten de kinderen ook hun Blue Destination Bonaire gaan maken. Dus dat wordt in de vorm van een maquette. Dus dat is zeker een centrale lijn in deze programma. De reactie van de kinderen vandaag? Die waren super enthousiast en ook super energiek. Dus we hadden zeg maar een systeem bedacht dat het is niet alleen maar zitten en luisteren, maar het is ook een beetje interactief met een paar spelletjes, met een paar video's waar ze eigenlijk gelijk kunnen kijken en ook begrijpen. Dus in die systeem doen we dat met de kinderen en je ziet gelijk aan hun reactie dat ze helemaal enthousiast zijn met het project. MCB opent nieuwe moderne branche in Hato, de Soft Lounge. Leonardo Macassé, directeur van de MCB, vertelt meer. Vandaag opent MCB een nieuw, innovatief en moderne branche. Een ruime branche uitgerust met moderne technologie en een fijne sfeer om alle klanten van dienst te kunnen zijn met hun transacties. Bij het binnenlopen van de branche wordt de klant begroet door onze branch ambassadors, die gelijk persoonlijke assistentie biedt of de klant meeneemt naar de gewenste dienstverlening. In de branch is ook wifi beschikbaar voor MCB online en mobile banking en heeft daarnaast ook een digitale ruimte waar verschillende tablets staan en een medewerker die de klant assisteert met alle internetdiensten. Bij de Casa Bali is er een nieuw modern systeem waarmee Bali transacties sneller worden verwerkt. Verder zijn er verschillende digitale schermen waarop de klant informatie over onze bancaire diensten en producten kunnen zien en belangrijke tips. Voor het gemak is er binnen de branch een Bancomatico geldautomaat dat 24 uur open is voor transacties. Vele van onze klanten maken graag gebruik van onze drive-thru faciliteiten. Daarom heeft de nieuwe branch ook een drive-thru geldautomaat waar ook stortingen gedaan kan worden en onze 24/7 deposit voor zakelijke klanten, dus zonder uit de auto te hoeven stappen. Wij bedanken de gemeenschap en met name onze klanten voor uw geduld tijdens de verbouwingsperiode. Wij verheugen ons dat we nu weer open zijn om al onze klanten te verwelkomen in deze nieuwe, ruime branch met moderne technologie waar u in een prettige sfeer uw persoonlijke banktransacties kunt verrichten.
Algae Park Bonaire is een initiatief van hoogleraar professor René Wijfels van de Wageningen University and Research en het Openbaar Lichaam Bonaire. Gezaghebber Edison Reijnen en de gedeputeerden Elvis Chinachou en Nina de Heijer kregen een toelichting over de voorrang van het plan voor de ontwikkeling van een algenkwekerij op Bonaire. We staan hier in het kader van algenkweken. Dus zo is het begonnen allemaal. Algenkweken en iedereen ging zoeken van ja, wat betekent dat voor ons? Wat betekent dat voor Bonaire? Wat betekent dat voor de mogelijkheden die dat presenteert? We hebben begrepen dat WERN heeft dan een onderzoek gedaan. Ook de soorten algen die dan hier te vinden zijn. En dat het ook gekweekt is in Wageningen. En daar zijn ook testen uitgevoerd. Rauka is een van de twee PhD-studenten. Er is nog een tweede PhD-student. Dat is, ik ben niet zo goed in namen. Robin, ja. En dat is ook heel belangrijk als we dan naar Rauka kijken. Het is een mooi initiatief, de mooie installaties hier. Maar ook dat een lokale Bonaireaanse mens van ons, dat ook de professionelen ontwikkeld worden. Dat ze dan de kans krijgen om gevormd te worden. Dus daar zijn we heel trots op. WER en WEB hebben dan een project agreement ondertekend. En in de loop van 2018 was dan voorbereiding van het project zelf. In mei vorig jaar hadden we dan eindelijk een lab agreement. Het heeft ook de nodige tijd gekost. En verder in 2019 was dan ook het onderwerp van andere partijen. En daar is dan ook Stinapa genoemd. En daar lopen we dan op dit moment een proces om dan Stinapa dan ook te betrekken bij dit mooie project. We zijn als WEB en zeker Bonaire geëerd met de samenwerking met Wageningen University and Research. De faciliteiten staan er, dus we hebben dan laboratorium en dan ook de reactor. Een mooie lab trouwens, ook een goed gebouwde reactor, maar dat ziet er dan heel stevig uit. Ik wil tenslotte Rauka heel veel succes wensen met haar onderzoek, de komende jaar ook Robin. Het heeft 4 jaar geduurd, maar dit is van denken naar doen, dus heel belangrijk, van ideeën, concepten. Maar uiteindelijk moet je dan realiseren. Dus allen die betrokken zijn. Waarom zijn wij geïnteresseerd in Bonaire? In de eerste plaats vanwege het zonlicht. Maar in de tweede plaats ook omdat het een eiland is. Een eiland in een zone met een mooi klimaat. En dat is een symbool voor ons, voor het ontwikkelen van een circulaire economie. Want wij willen duurzame processen ontwikkelen. We hebben algen geïsoleerd hier op het eiland. De ondiepe zoute poelen die hier aanwezig zijn op het eiland, waar de temperatuur van het water heel hoog is en de lichtintensiteit heel hoog. En onder die omstandigheden wilden wij algen isoleren die onder die omstandigheden goed kunnen groeien. Die samples die zijn meegenomen naar Wageningen en daar heeft Robin mee gewerkt om daar een aantal algen uit te isoleren die rijk zijn in eiwit of rijk zijn in vet en die onder die omstandigheden kunnen groeien. Die algen zijn teruggebracht. Er is een bioreactor ontworpen door Rauka om onder de omstandigheden zoals ze in Bonaire zijn, die daar goed kunnen functioneren. En de productiviteit die zij berekend heeft, die is vele malen groter dan van landbouwgewassen. En een van de eerste activiteiten die wij hier zullen doen, is dat laten zien dat het inderdaad zo is. Maar we doen dat op een hele kleine schaal. Algae Park Bonaire is de start van een pilot met het kweken van algen als duurzame grondstof voor verschillende producten zoals diervoer, cosmetica en brandstof. Gezaghebber Edison Reijnen en Rauka Chinon vertelt meer. Dit is de brain gain die wij als Bonaire naar uitkijken. Een Bonaireaanse die op haar eigen eiland kan afstuderen of promoveren in een heel duurzame onderwerp. En wat ook betekent, wat Bonaire ook op de map zet als duurzaam eiland. Dat is de droom wat wij als Bonaire hier moeten hebben om onze jongeren terug te halen, om hier een bijdrage te kunnen leveren, een nuttig bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van Bonaire en een betere wereld. Dus daardoor ben ik heel trots dat dit vandaag mogelijk wordt en dit is het begin. Als we in de toekomst meer van dit soort initiatieven ontplooien, niet alleen op het gebied van duurzaamheid, maar ook andere sectoren, je kunt het noemen, maar zolang het onze studenten terug kunnen krijgen met de brain gain die wij hier naartoe willen halen. Nou, hier produceren we dus algen in kleine flessen of kleinere volumes. En we gebruiken die om ons grote systeem buiten te inoculeren.
Dus hier produceren we eigenlijk op kleine schaal. We voegen er verschillende nutriënten toe. Eigenlijk nutriënten die normale planten ook gebruiken. Zeewater. Het is eigenlijk dus een voorcultuur voordat we naar buiten gaan. Dit is wat we gekweekt hebben over een paar dagen. Het is over het weekend zo gegroeid. Dus eigenlijk aan het begin is het heel doorzichtig. En wanneer ze groeien wordt het heel erg donkergroen. En wanneer het zo dicht is, kunnen we het overzetten naar de grotere systeem buiten. Ja, dus hier zijn het eigenlijk gecontroleerde condities. Dus we hebben hier lampen op, we hebben nutriënten toegevoegd. Er wordt CO2 ingepompt. En zo groeien de algen eigenlijk. Ze hebben niet veel nodig, behalve licht en wat nutriënten. Je kan ze in verschillende producten gebruiken. Je kunt denken aan voeding voor mensen. Ook voeding voor dieren, verschillende chemicaliën, bioplastics, biofuel en ja, dat soort dingen eigenlijk. En toen ik dat hoorde, dat ze in Wageningen een project hebben op Bonaire over algen, heb ik daarvoor gesolliciteerd en toen heb ik deze positie gekregen. Tot nu toe is het heel leuk. Wat ik vooral leuk vind is dat ik dus terug hier naartoe kan keren om onderzoek uit te voeren. Dus ik heb hier vroeger gewoond en toen was ik weg geweest om te studeren en nu ben ik weer terug. Dit is zeg maar onze nieuwe reactor die we buiten willen testen. Wat we hier eigenlijk doen is algen van Bonaire kweken in een nieuw systeem die we ontworpen hebben in Wageningen. We kijken voornamelijk naar hoe we het efficiënt kunnen produceren met zonlicht op Bonaire. En hoe we de temperatuur zo goed mogelijk kunnen behouden in een bad. Nou, algen zijn interessant als we kijken naar de transitie naar duurzamere productieprocessen. Je kan er heel veel mee eigenlijk en ze hebben vergeleken met normale planten hebben ze minder land nodig. Je kunt ze ook groeien op zeewater bijvoorbeeld. Dus dat zijn enkele voorbeelden van de voordelen daarvan. Nou, er is een andere onderzoeker die voornamelijk heeft gekeken naar verschillende algen die te vinden zijn op Bonaire. En hij heeft er één uitgekozen die goed kan groeien onder de omstandigheden hier, dus bij hoge temperaturen. En die gaan we nu gebruiken in dit systeem op een kleine schaal. Dit duurt nog ongeveer 2 jaar. Ja. Maar we willen hem over een zo lange mogelijke periode uitproberen. U kijkt naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Brechtje Kudoder. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.